Robert, wat ben je aan het doen? Nou, dat zie je toch? Nou, ja, je maakt een hele mooie rij, dat zie ik. Precies, hele mooie rij met sneeuwvlokjes. Ja, maar waarom doe je dat dan? Nou, dan weet ik hoeveel sneeuwvlokjes ik heb. Oh, wat slim, wat handig. En hoe ga je dat dan doen? Nou, dan ga ik ze allemaal aanwijzen, één voor één. Hoe kun je dat laten zien, Sjoerd, hoe je dat doet? Ja, dat doe je zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, maar Sjoerd, dat is wel heel erg snel. Kun je het niet wat langzamer doen? Ja, dat is een goed idee. Zo. Aanwijzen. Nou, probeer het nog maar eens. Helemaal vanaf het begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ik heb 10 sneeuwvlokjes. Ja, kijk, Sjoerd, nu heb je het heel goed gedaan. Nu weet je precies hoeveel sneeuwvlokjes je hebt. En je kan het zelfs nog wat moeilijker maken. Oh, hoe dan? Nou, voor de kindjes in groep 2 is het wel leuk om tot 20 te tellen. Heb je nog meer sneeuwvlokjes? Dan kunnen we die erbij leggen. Ja, daar gaan we. Zo. 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 Nou, ga nu maar eens kijken of het er ook echt 20 zijn. Gaan we bij de 1 beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Supergoed gedaan. Nou, kunnen ze dat thuis ook proberen. Maar wat als ze dit thuis niet hebben? Nou, dan kan het met lepels, vorken of blokken of Lego. Oh ja, dat is goed. Idee zeg. Nou, ga dat maar lekker proberen.